Welkom allemaal, zoals jullie zien, Jade, Dom, Gio en Milan zitten op de scooter. We gaan een challenge doen, wie het langst op de scooter blijft zitten, wint de Vespa. Ik heb nu al rugpijn, hoe gaat het met jullie? Wie heeft nog zijn telefoon dan? Nee, het is lekker, wat moet ik niet inleggen? Ja. Ik heb mijn video nog niet ingesteld voor vandaag. Dat is één. Ik moet om 7:15 nog... Ik heb mijn telefoon. Alsjeblieft, we moeten onze telefoons inleveren. Nee, Gio, ja, jij ook. En nog even een eerste story maken. Yo, zou je de thumbnail kunnen zetten? Ze gaan allemaal nog snel de Fox online zetten. Oh, dit is echt. Ik heb een challenge waarbij ik. Oh, ik heb het warm! Oké, je mag hem hebben. Mag ik mijn buurman van zijn scooter aftrappen of gaan ze dan stuk? Ik mis er nog een, ja. Ik heb één telefoon. Ben je klaar? Oké, maar laat me wel geluid aanzetten. Ik ben nog kind en mijn moeder moet me nog kunnen bereiken. Oh, wat een smerig excuus. Hey Mila, jij zit echt ongemakkelijk, of niet? Nee, ik vind het echt best wel fijn. Jullie doen allemaal beeld en allemaal van. Waarom doet de toeter het niet? Dat was echt een goed knopje. Accu's zijn eruit. Jullie hebben die accu's eruit gehaald, omdat ze wisten dat we gingen kut. Ja, ik zat anders ga je toeteren starten. Ik vind net dat ding allemaal starten, lukt allemaal niet. Ja, weet je wat het is? De jongens hier zijn net heel druk. Ja, dat is allemaal gekke standjes op de scooter. Ik hou me gewoon kalm. Ik hou mijn rug recht. Dan bespaar je energie. Weinig praten, weinig lachen. En dan komt het goed. Oh, maar die GoPro is echt een heel slecht uitzicht. Er is geen YouTube meer straks. Ik verwacht dat ik de komende uren wel even lekker zo kan blijven liggen. Ik denk wel dat de andere mensen iets meer motivatie hebben dan ik. Maar ik ga gewoon proberen zo lang mogelijk wel erop te blijven zitten natuurlijk. Ik wil in ieder geval gewoon één iemand verslaan. Ik wil niet als laatste weggaan. Kijk hoe weinig fucks Milan geeft. Mijn voorspelling is dat het tussen Jan en ik gaat worden. Maar dat... Wat denk je? Ik wil een scooter hebben. Gio is net wakker, gaat weer slapen man. Jullie krijgen allemaal een setje potloden. Oké, dan in de scooters van VIP scooters. Dank jullie wel. Je moet deze omdraaien. Eén tikje naar rechts en dan... Hop, dan zit daar iets in. Bij VIP scooters kan je customize je hele scooter samenstellen. Hun gaan hem nu inkleuren en degene die het mooiste heeft gekleurd, wat ik dan vind zeg maar, die mag een dartpijl gooien tegen een ballon en daar zit iets leuks in. Je had merk zin of zo erin zet of zo. Stel je bent bijna 30 en iemand vraagt je om te kleuren. Nou, zin in man. Dat is wat hun uit de scooter. Ik ben blij dat er in ieder geval niet 1,5 meter maar 4 meter tussen zit. Gebruik mijn elleboog en dan mag het. Je zat zo. Ik ga echt die potloden straks naar je hoofd gooien. Oh. Kun jij ook iemand disqualificeren? Godverdomme. Ik doe gewoon alsof ik je niet meer hoor. Ja, maar ik sta echt op punt om het te slaan, hè? Jij ligt wel heel lekker bij, hè? Ik lig best wel lekker, maar ik durf deze GoPro beelden niet aan. Ik ga nooit meer met Don en iets doen. Nee hè, het is insane. Als je Don vraagt, vraag mij maar niet. De tekeningen! Zijn die al klaar, de tekeningen? Ja, zeker man. Ik wil hem hebben. Oh, ze gaan me echt omkopen. Kijk, kijk, kijk. Ja, dit is Performante logo. Holy shit. Ook de Performante. Oh. Heb jij ook een logo? Nee. Dat is mijn 3D tekening. Deze wint niet. Jade, Milan en Gio. Het is echt moeilijk. Je kan iemand van je personeel vragen, want dan heb je onafhankelijk stijl. Ja. Nou, welke vinden jullie het mooist? Dames? Het middelste. Ja, ik ook. Ja, middelste. Ja, ik ook. Hey. Oh wacht, ik had die van Donnie laten zien, of wel? Ik heb hele creatieve 3D tekening gemaakt, hè? Hey. Het is maar goed dat die creatief in de video's is, maar voor de rest is het geen creatieve gast, hoor. Hou je bek, jij, het is dat je geld hebt, anders was je niet bekend, vriend. Zo! Ja, het is dus zo. Nou, ik vind dat Shahid ook een sprankelende persoonlijkheid heeft. Ja. Welke kleur zal ik gaan? Ik moet eigenlijk voor roze. Ja, ja. 3, 2, 1. Ja! Ik heb hem meteen.
Eerste, wat heb ik? Oh, je hebt geluk, hè. Wat is dit? Een kwartiertje je telefoon. Mijn telefoon? Ja. Mag ik kwartier mijn telefoon? Ja. Oh, chill. En mag ik deze naar Don gooien? Oh. Oké, okay, we hebben een nieuwe challenge. Ja, dat gaat beginnen. Jij moet met een bestuurbare auto moet jij in een vak komen. Dan kan je je bestedingsruimte van het eten kan je bepalen. Dus 25 euro, 20 euro, 15 euro, 10 euro, 5 euro. En als je helemaal eromheen schiet, krijg je niks. Dan krijg je niks. Kut, sorry. Nee. Oh, blauw! Dus 20 euro mag jij besteden. Oh, rood! Rood, rood. Vandaag is rood. Godverdomme. Blauw! Oh. Wit! Oké, Milan, wat wil jij eten voor 5 euro? Wat heb je voor 5 euro? Ja, dus dan patatje met en ik hoop dat daar een frikandel speciaal bij mag. Kapsalon van die lamsdunner. Ja, kapsalon, wil je kapsalon? Ja. Oh, zo lekker. Wat wil jij voor 20 euro? Nee. We bundelen onze krachten. Sushi? Geld je zo meteen af. 40 euro sushi? Jongens, ik moet plassen. Ja, je weet ook dat je gewoon zo kan gaan staan, hè? Je staat nu wel lekker voor het shotten. Kutzooi. Nou. Fuck. Dat is nu toch al gebeurd. I'm sorry. Kut, ik stond echt lekker. Jongen, ga gewoon lekker staan. Laat maar weer. Ja man, 2 uur. En? Heb een heel goed excuus. En dat is alles wat we kunnen doen. 2 uur. Ja, jongens. Flikker op. Laat me slapen. Ik kan het niet meer trekken. Hey, ik wil alleen maar. En? Hoe ga je? Ja, top. Man. Gaat nog wel? Sorry, een grapje. Wat was dat weer voor sneer? Ah! Een patatje. Fijn, wow. Zo. Ik ben bijna vallen. De kapsalon voor lekker. Gio. Opdonderen. Nee. Gio. Nee, ik pleur die hele bak. Oh, kut. Dat is gewoon... Je gooit gewoon mis. Wat een drama, hè? Ik snap er ook helemaal niks van. Nou, we zijn 3 uur bezig, dames en heren. En we gaan weer een challenge doen. Dus jullie mogen weer darten, dames. Oké. Okay. Please, laat het iets goed zijn! Wat staat er? Rubik's Cube. Oh! Daar zou ik echt zin in hebben. Als jij hem gefixt hebt, mag je 5 minuten op je telefoon. Chill. Dat betekent in totaal 20 minuten. Die andere kwartier heb ik verspild aan niks. Dus kan niet wachten om weer 5 minuten niks te doen op de telefoon. Ja? Jij maakt toch alles kapot, dus doe. Zo, kon het nog enthousiaster? Oh, ben je? Zoveel geluk. Wat? Hij krijgt gewoon een neksteun. Wat de fuck heb ik hier aan? Oh, maar chill, je hebt een neksteun, bro. God, mag ik ook mijn telefoon erbij dan? Nee. Dus ik kan gaan liggen, man. Milan, heb jij last van je rug? Je hebt er echt niks aan. Nou, Don, nu mag je eindelijk iets legaals kapot maken, man. Werd eens tijd. Werd dat dan nu niet leuk? Lekker voor je! Ik deed je karma echt... voor het fucking geluid maken de hele tijd. Oh, ik heb ook mis gegooid. Ook gewoon mis. Je zei het, hè? Nou, dat was het dan. Ik wil niet. Je hebt ook nog gewoon van. Het is eerst. We kunnen weer opnieuw geluid gaan maken. Don, ik zweer het, ik ga je zo vermoorden. Ik word dichtbij, ik ben. Dat heb ik zelf gedaan. Kijk, sommige mensen kunnen niet tegen hun verlies. Wat heb jij over Milan? Ik wilde weten hoe Rubik's Cube van binnen uitzag. Hij is nu elke kleur, kijk. Mag ik nu 5 minuten op de telefoon? Kijk dan gewoon. Ligt gewoon allemaal op de grond. Nou, ben je klaar met eten? Dan gaan we nog even een ballonnetje gooien. Ja. Top. Ik heb iets goeds. Wat heb ik? Waarom lach je? Kijk, jullie hebben het net gezien. Wat is dat? Hij moet er gewoon weer doen. Wat wil je?
nee! Nee, Rubik's Cube! Hoezo? Nee. Ja, dat is knap. Gewoon weer. Giovanni Latoy. Bam. Oh. Telefoon, telefoon, telefoon. Hij mag op zijn telefoon! Yes! Ja! Lekker man, dan kun je je titel veranderen. Ja, eindelijk! Kan mijn thumbnail instellen! Man. Godverdomme, dat ding staat twee uur lijn! Nou, Dom. Ah, jongens, wat een genot. Zou je raak gooien nu? God! Waarom de fuck mag zij zo dichtbij? Ze gaat het hele bord mis, kijk! Dit is echt... Oh, God, helemaal... Helemaal kuf. Moet je het pasje? Gaat over de groep heen, ik kan even een emmertje pakken. Ik nou, de eerste moet gaan plassen, dus we moeten hem even een beetje blurren. Nee, ziet. Bro, ben je serieus? Is hij echt aan het zeiken? Jouw gezicht verwerken we wel. Oh, wacht. Milan! Milan! Ja, nou, wat? Milan, kijk mij aan, niet hem. Nee, graag. Kijk mij aan. Nee, bro. Ik hoor het. Zie je, ze gaan pissen. Hier wil ik echt afstappen om dit te zien. Stil dan. Oh! Oh, het stinkt wel, man. Zeg je eerlijk? Ik weet wel waar dat ik al. Hey, krijg je nu ook extra punten dat ik de eerste was of dat niet? Wil je maar één plezier doen, Zit? Wil je dat niet bij mij? Jij hebt er hier staan, man, bro. Kom op. Oh, jongens. Kijk, ik ben wel van een plasje af. Oh, succes, jongens. Ja, ik ga even slapen. Oké, we gaan nog even een ballonnetje. Oh, iedereen is de kamer uit, gewoon. Iedereen is ineens weg hier. Ja, vind ik gek. Tot en maar. Al liggend. Fuck! Ja, eigen schuld, maar weet je wat het is? Als je gewoon meer interesse toont en er gewoon goed voor gaat zitten. Meer interesse toont, bro? Ik zit hier al 4 uur voor jou, hè? Gratis! Ja. Nou, ik weet niet of je mee wil met gratis! Gratis! Die wil ik ook even naar. Show, jongen. Meer interesse. Ja, lekker, hij heeft weer. Hij heeft weer. Hij heeft gewoon nog een neksteun. Nog een neksteun. Oh, wat lekker, jongens. Nog een neksteun. Bro, ik gun je deze. Nee, je lul. Bro, tuurlijk. Echt? Ja, bro. Dit is wel echt nul nu. Dan krijg ik er eentje terug. Ja, is goed. Als ik op mijn telefoon mag, zo mag jij, hè? Ja, is goed. Thanks. Oké, hoor. Ik mag wel rondlopen. Oh, chill, bro. Oké, komt ie. 3, 2, 1. Nou, netjes. Lekker man, wat heb je? Nee, ik zie het al. Mispoest. Nee, dat wil ik echt niet. Gewicht. Dus hij moet 10 keer omhoog en dan een minuut lang boven zijn hoofd vasthouden. Je moeder. Wat? Dom. Nee. Denk gewoon dat het hele zware siliconen borsten zijn. Oké, let's go. 4 uur en 11 minuten mag je stoppen. 4 uur 12, want daar gaat nu puur. Ja, nee, Gio, jij houdt je bek. Jij gunt hem een nekkussen. Jij gooit alleen maar shit, bro. Ja, zet hem ook gewoon nog. RC boot. Wat? RC boot. Waarom gaat hij er niet uit? Je krijgt hem niet uit, hè? Waarom gaat hij er niet uit? Oh ja, toch? Oké, houden jullie nog een beetje vol, mannen en dames. Zie ik eruit, zie ik vol hou? We gaan nog even gooien. Vind je het leuk of niet? Ja, man. Ja? Ja, ik ben ontzettend leuk. Ja, wil raken. Bam! Staat er? Helikoptervlieger. Milan, mag ik hem? Nee. Gio is aan de beurt. Bam. Lekker pik. Dat is top. Gewichtig. Godverdomme. Ah! Boven mijn hoofd zo vast blijven zitten. Ja, 10 minuutjes. Blijf zitten gewoon zo. Nu ben jij aan de beurt, maat. Hey, wacht even. Missen. Top. Nee, niet weer die boot. Ja, zet weer die boot. Hij is leeg. Dan mag ik opnieuw. Je wil nog een boot? Nee, niet dus. Ja, nee. Ja, dan kom ik met mijn helikopter jouw boot ophalen. Vet cool. Oh, Milan, dit vindt hij leeg. En Milan, die... Hey, Jade. In de water. Hij is in de... Pak hem, pak hem, pak hem. Mijn haar was uitgegeven. Oh, dat deed echt heel. Sorry, ik ben verzekerd. Wow! Ik vlieg toch al bij je weg! Of overal. Leuk man. 3, 2, 1, oké, gefeliciteerd jongens. Maar we stoppen ermee. Wat? Nee, gaf niet. Fuck out! Dat was echt super voor je. Had ik echt kut gevonden. Oké, ik heb iets. 250 euro.
En dan heb je 1 minuut de tijd om te beslissen om eraf te gaan. Kijk of ze dit aanbod gaan pakken. Je krijgt een Dutch Performante trui. Ik ga slapen. Nee, je krijgt een Dutch Performante trui en 350 euro cash. 10, 9. Ik gooi de 100 bovenop. Ga 7. Beloof? 50 euro gooi ik bovenop. 500. Nee, zijn 400. 4, 50 euro gooi ik bovenop. 100. 2, 1. Oh! Hij doet het! Voor het goede doel, dus dan doe ik het ook. Hij doet het! Eerste trui. Yes! Ik ga die meteen aandoen, wacht. En haal zelf je eigen Dutch Performante merch. 5. 250. 6. 300. 7. 350. Gefeliciteerd, man. Stuur mij maar tikkie. Ja, is goed. 400 euro. Ik denk dat de helft naar mijn broertje gaat. Niet naar Enzo, die is al rijk genoeg. Andere broertje, ik heb nog eentje. En die andere helft die doet lekker dat goede doel, man. Dat ga ik niet houden. Oh, dit voelt lekker, jongens. Ja, hè? Oh, lekker. Oké, dames en heren, we hebben een nieuwe challenge. 4 kaartjes. Allemaal geef ik ze 1 kaartje. Wat is de bedoeling? En jullie moeten met z'n drieën overleggen wie hem gaat openmaken. Wie is hier de grote gelukszak van ons allemaal? Duidelijk, ja. Jij komt met alles weg. Ja. Nou, ja, maak jij hem open, man. 3, 2, 1. Lachende mensen. Nou, dan krijgen jullie een half uur lang lachende mensen op de achtergrond. Oké, okay, nou. Vol geluid. Nou, ik irriteer me aan mezelf, dus daar kan ook nog maar bij. Heerlijk dit, joh. Hij vindt dat niet leuk, hè? Ja, de 8 uur! Ik ga het fucking scooten. Hey! Oh! 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 Het is er vanaf! Oh! Yeah. Oh! Oh! Ik ga even naar de wc. Daar komt hij dan! We gaan het weer proberen, man. Je mag er nu zelf eentje kiezen. Wie gaat hem openmaken voor jullie? Tom, ik heb net ook gemaakt. Dat is goed. Oh, ready? iPhone. Alarm. Alarm. Oh fuck. Ik had safe gehad. Oh, dit is weer heftig, hè? Oh. Als je er nu van afstapt, krijg je de polo van Dutch Performante. En je krijgt 500 cash. Tio, die moet je pakken, eerlijk. Echt veel geld, tot hè? Tot de 27. Fok geld, man. Fok geld, man, zegt hij. Oké, klaar. Het is helaas pindakaas. Helaas, jongens. Ik ga hem nu uitzetten, want ik word er zelf ook best wel prikkelig van. De laatste keer dat ik een bot doe, daarna komt er geen bot meer. Dus 500 euro, Dutch Performante, polo en jullie hebben tot de 9 uur. Maar op! Ja, Gio, je weet zo ook al wat slim is. Gio, 20 seconden, hè, Gio. Gio, 20 seconden. Je loopt met lege handen, hè. Je hebt er niks. 9 uur zo lang gehad. 10, 9, 8, 7. Ja! Dat is 9 uur frustratie, man. Give me that shit, man. Oh. Ah, die partypoppen! Hey! Ja, man, dit is fucking meisje! Holy shit, man. 9 uur. En jullie denken misschien dit is nep, maar dit is gewoon echt. Hey! Hij heeft gewonnen. Wat? Hij heeft gewonnen. Nee, het is echt. We hebben echt 9 uur gezeten en ik kan nog 9 uur. Ik voel me echt zo goed. Hey. Hij doet het ook. Welke dikke shout-out naar VIP Scooters en Swipe Up. Maar ik hoop dat jullie het echt leuk vonden. Ja, sowieso. Zouden jullie het volgende keer weer doen? Ja. Ja. Nee. Ja, ik wou, sowieso. Nou ja, dit was de video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.